Dorian heeft Luc vorige week ontmoet. Die heeft een hele dag met Luc doorgebracht. Oh. Was het best leuk. Ja. Was het best Luc, zeg maar. In ieder geval, dat is een hele aardige jongen. En daar kreeg ik dus een relatie mee. Maar toen was ik in maart vorig jaar in Hilversum in een studiootje aan het schrijven met, jawel, een homo. Weet je, niks mis mee. Maar Luc die flipte een beetje, want die dacht echt dat ik wat ging doen met die jongen. Toen heb ik 10 keer verteld, kan niet, want die valt niet op de vrouwen. Toen ging ik mee. Hij is wel heel knap. Ja, toen ging jij mee inderdaad. Nou, het was heel andere vrouw. Maar goed, en dat liep een beetje uit de hand en zo. En toen was het 3 uur 's nachts. Maar als ik aan het schrijven ben en ik heb een fight te pakken, dan blijf ik. Dat kan zo'n 6 dagen duren, weet je wel. Dat is maar net, ja, of ik moe ben of niet en of die andere moe is. En om 3 uur 's nachts had hij dan weer opgebeld en zei: ja, waar blijf je nou? En ik zei: ja, ik ben gewoon aan het werk, dus mijn werk. En toen snapte hij dat niet. En toen had ik door van: eigenlijk snap je het gewoon niet. Snappen heel weinig mensen dan de baan die ik nu doe. En dat vond ik heel moeilijk. En toen had ik echt het idee van: nou, ik stop ermee. En toen heb ik dit geschreven: I am giving up on you. En dat was wel echt serieus, want ik hield wel echt van hem. I feel lost and still, my back against the wall. We've built it up over time, I don't know who you are. I'm tired of holding it up, I gotta watch it. It's not